Amsterdam. En ik doe mee aan X-Factor omdat ik heel lang ziek ben geweest. En ik ben nu aan de beterende hand. En ik vind het tijd om weer wat te gaan doen. Van die bank te komen en mijn droom achterna te gaan. Hoe ben je in een rolstoel terechtgekomen? Ja, ik had ontstekingen aan de aanhechtingen van mijn spieren. Waar dat precies op kwam, wisten de dokters eigenlijk niet. Daardoor kon ik op een gegeven moment 100 meter lopen per dag. En ik ben gewoon doorgegaan tot ik echt niks meer kon. Wat dus misschien niet zo handig was. Ja. Dus toen ben ik alles weer van helemaal vanaf het begin af aan moeten opbouwen. En nu kan ik weer 3 keer 10 minuten lopen per dag. En laat zich dat ontwikkelen dat je op een gegeven moment gewoon de rolstoel aan de kant kan zetten? Ja, dat is wel echt mijn intentie. Ik denk zolang ze niet weten wat het is, is alles mogelijk, heb ik het idee. Hanneke geniet intens van het leven en haalt alles eruit wat erin zit. Ik heb vandaag Reinier meegenomen. En Reinier is mijn vriendje. 5 jaar. We hebben het leuker dan wie dan ook samen. En we doen alleen maar leuke dingen. We proberen het altijd zo positief mogelijk in te vullen. En juist te kijken naar alles wat wel kan. In plaats van dat dingen die niet kunnen. Zij heeft gewoon een X-factor. En ze kan heel mooi zingen. Ze heeft een heel mooie inleving, vind ik. Ze zingt. Ze kan echt een gevoelige snaar raken. Bij mij is hij in ieder geval al lang geraakt, maar zelfs voordat ik er verliefd op haar was, vond ik al dat ze mooi kon zingen. Dus ja. Als je auditie gaat doen zometeen, hoe moet dat dan? Ja, ik ga mijn rolstoel gewoon aan de kant laten staan en dan wil ik lopend staan. Want dat is ook waar ik naartoe wil in mijn leven. Ik wil niet mijn leven in de rolstoel blijven zitten. Dus zo wil ik me ook eens laten zien. Ik vind het heel eng. Ja. Ik ga echt wel een beetje dood van binnen. Maar ik wil het wel heel graag. Hallo. Hallo Hanneke Wilms. Jij vindt dat de tijd nu rijp is om jouw droom na te jagen. Ja. Waarom is die tijd nu rijp voor jou? Nou, ik heb kleinkunst gedaan. In mijn laatste jaar werd ik ziek. En de afgelopen 5 jaar ben ik bezig geweest met beter worden. Ja. En het gaat nu supergoed, dus ik dacht, ik ga de gok eens wagen. Nou, in je glimlach zal het niet liggen. Foolish Games van Jewel ga je zingen. Prachtig. Ja. Nou, ga je gang. Dankjewel. Took your coat off and stood in the rain. You're always crazy like that. And I watched from my window, always felt I was outside looking in on you. Well, in case you fail to notice, in case you fail to see, this is my heart bleeding before you. This is me down on my knees. And these foolish games are tearing me apart. Ik kan horen dat jij veel hebt meegemaakt. Je stem is heel mooi, doorleefd, voelt pijn eigenlijk gewoon. Dus ik leef erg met je mee. Ik vond het echt een hele mooie auditie van jou. Dankjewel. Ja, er is wat meer, je laat wat zien. Er is technisch nog wel winst te behalen, maar je laat iets zien waardoor dit lied binnenkomt. Dus heel goed gedaan. Je hebt iets unieks. Ik vind je een bijzondere verschijning en dat is een groot compliment. Ja, het leuke is dat je zo'n hele zachte, lieve uitstraling hebt en toch ook wel volume in je stem. Dus je doet wel meer dan alleen maar het zachte poppetje zijn. Dat vind ik eigenlijk wel lekker, want anders dan zou het waarschijnlijk niet gaan lukken. En nu denk ik, nou, ik weet het niet. Dat zou nog wel eens echt kunnen gaan gebeuren met haar.
dat dit het begin is van iets heel moois voor jou. Dus gefeliciteerd. Dankjewel. Gedaan en gewoon prima. Ja, ik heb echt zin in de volgende ronde. Ik dacht, als ik deze maar doorkom, dan... Ja, nou, dat is gelukt. Sta ik tenminste niet voor lul. Nou,